De avond van NPO Radio 5. De organisatie Hindu Media. De Lotusvijver. Presentatie Rinus van Warven. Namaskar, goedenacht. We gaan het in deze uitzending van de Lotusvijver hebben over bewustzijn. Oftewel natuurlijk bewustzijn. Over de realisatie van natuurlijk bewustzijn. En ik ga erover in gesprek met Michiel Slechten. Hij is de schrijver van het boek Rusten aan de Bron. Over de realisatie van natuurlijk bewustzijn. En er staan drie prachtige woorden op de achterkant. Zien, begrijpen en ervaren. Michiel, welkom in dit programma van de Lotusvijver. Want ik heb een beetje moeite dus Osho, die was daar af en toe, in zijn taal was hij daar een beetje dreigend in. Dat hij zei zo van, ja, er is eigenlijk maar één ding in het leven wat telt. Als je spiritueel wil worden of als je de zin van het leven wilt ontdekken. Überhaupt als je het leven wil ontdekken. Het enige wat je dan hoeft te doen is mediteren. Een beetje met een ondertoon van, ja, maar gij zult mediteren. En dan word je gelukkig. En dan denk ik van, wie zit daar nou op te wachten? Dat ik op een matje ga zitten. Ga zitten navelstaren. Wat koopt de wereld daar nou voor mijn gemediteer of ge-yoga, ge-yogeer? Er zijn zoveel verschillende vormen, zeg maar, hè, waarin je dit kunt beoefenen. Uh-huh. Dat er voor iedereen wel een manier is om dit te beoefenen. Ja. En dat is een... wat ik natuurlijke meditatie noem, ja, dat is de beoefening geïntegreerd in het dagelijks leven. Dus daar hoef je niet stil voor te gaan zitten. In een, op een matje? Of op kussen of op een stoel of noem maar op allemaal. Je hoeft daar ook niet de... mijn Tibetaanse leraren die zeggen van de ideale houding voor meditatie, ja, is de houding waarin je nu bent. Oké. Okay. En dat is altijd zo. Oh ja? En dat is een... Dat wil niet zeggen dat er geen energetisch juiste houding is om je energiestromen door je lichaam heen te laten gaan. En dan ga je in de klassieke meditatiehouding zitten, bijvoorbeeld. Maar geïntegreerd in alle dag, dat is het uiteindelijke doel van meditatie. Dus beoefening geïntegreerd in het dagelijks leven is fundamenteel. Ik stel die vraag nog een keer op een andere manier, meneer Slechten. Maar wat kopen we daar nou allemaal voor? Wat heb je er nou aan? Ja. Of is dat een te westerse vraag? Is dat... Ik bedoel... Het is overduidelijk, Rinus, zeg maar, dat er heel veel ellende en pijn is in de wereld. Ja. Stel ik mijn vraag op een consumptieve manier? Wat is er heerlijker dan dat je daar vrij van zou kunnen worden? Waarvan? Alleen dat al. Waarvan? Vrij van die stress, die zorgen, die pijn, die woede, die boosheid, die ruzies, die oorlogen, die verwoesting van de aarde. Wat we met z'n allen laten gebeuren. Noem maar op. Is meditatie dan een antwoord op al die vragen? Ja, zeker. Ja. Dus zelfrealisatie. Weten wie jezelf bent. Ja. Ja? Ja. Dat is een antwoord op al die vragen? Ja, omdat je jezelf dan geen pijn meer aandoet. Uh-huh. En op het moment dat je stopt om jezelf pijn te doen, heb je ook geen behoefte meer om de ander pijn te doen. Ja, dat bedoel ik ook eigenlijk. Jezelf als alles. Uh-huh. Ja. Dus jij vindt eigenlijk dat Osho gelijk heeft, dat we gewoon met z'n allen moeten gaan zitten mediteren en dan komt het allemaal goed? Nou ja, er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie, ja. Maar als je niks doet, gebeurt er ook niks. Uh-huh. Tenzij het toeval jou een heel genadigde duw in de rug geeft. Maar daar kun je niet op wachten. Je kunt gewoon nu direct op dit moment beginnen. Met mediteren? Ja, met ontdekken wie je zelf bent. Ja. Kunnen we niet beter gaan demonstreren voor de vrede? Ja, ook.
Jazeker. Ook. Het een sluit het ander niet uit, ja. Ja, ja. Ja. Maar waarom kies jij dan voor de meditatie? Voor die natuurlijke vorm van meditatie? Waar... Het is het... Dus aan de ene kant is het oplossen van alle strijd en pijn, de minkanten van het leven, ja, dat te boven komen. De andere kant, dat is het ontdekken en het ervaren van liefde. En het is natuurlijk een heel groot thema, maar ik wil in het kort dat ook verduidelijken. De aanraking van bewustzijn, de aanraking van de stilte met iets wat daarin verschijnt, die aanraking is liefde. Bewustzijn raakt aan. Bewustzijn raakt alles aan, ja, wat je ervaart. En die aanraking is de liefde zelf. Bewustzijn raakt alles aan en in dat aangeraakt worden kun je de liefde zelf ervaren. Ja, dat is een versmelting, hè? Dat is ook weer die eenheid van bewustzijn en vorm. Die eenheid is liefde. Dus je zou kunnen zeggen dat is die aanraking van bewustzijn, ja, met dat wat er gebeurt in jou, dat is liefde. Ja. Osho heeft het inderdaad over liefde in bewustzijn en bewustzijn in liefde. Als bewustzijn je pad is, laat liefde dan je criterium zijn, zegt hij. Dus het gaat om bewustzijn en liefde. Zijn er twee woorden voor hetzelfde? Nou ja, woorden... hebben allemaal een eigen inhoud, gelukkig. Dus we kunnen... Ik reserveer het voor die aanraking. Die aanraking en die versmelting. En bewustzijn reserveer ik liever voor de openheid en de leegte, de stilte. Oké. Okay. Ja. Dus ze verwijzen ongeveer naar hetzelfde, maar bewustzijn verwijst meer naar de openheid en liefde, zeg je, verwijst meer naar de aanraking. Ja, de aanraking en de versmelting. Oké. Met, en die twee samen is weer de werkelijkheid. Bewustzijn en liefde samen vormen de werkelijkheid. Bewustzijn, liefde en de manifestaties. Ja. En dat is de dans van het leven zelf, ja. Zo. Samen met de manifestaties van het goddelijke, zoals ze in India zeggen. Ja. Dat is de dans van Shiva's dans. De dans van het leven zelf. Ja. En dat voelt altijd als heel zinvol, ja. En die dans is... Ja. Ja. Ik heb me daar ook ook zitten afvragen. Hè? Dat heb ik dan wel vanuit de Hindoe-traditie meegekregen. Dat het leven als een spel gezien wordt. Hè? En dat overdenkend... mis ik daar de evolutie in. De groei van bewustzijn. De verandering elke keer ten goede. Uh-huh. Het verminderen van alles pijnlijke en het ontwikkelen en het realiseren van de rijkdom en de schoonheid en de warmte en de liefde. Als het alleen een spel is, dan is alles wat pijn doet ook een soort spel. Ja. En dat is een... dat voelt beperkt voor mijn gevoel. Uh-huh. Omdat het... je kunt de dimensie van spel wel in terugvinden.
Maar tegelijkertijd is het een spel die je wakker maakt op dat moment. Een spel die je verder helpt. Ja, want het is wel een heilig spel. Hè? Het is niet, met een heilig spel wordt mee bedoeld dat het op een of andere manier wel, dat het leven dus wel een zekere richting heeft die ons verder zou kunnen en moeten brengen in de vorm van datgene wat je liefde en bewustzijn noemt. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Eigenlijk hetzelfde met het woord God. Zoals we het gewend zijn om te beschouwen dat eigenlijk als het allerhoogste en helemaal volmaakt. Ja. En we zijn niet zo gewend om te denken van ja, God is ook bezig met zijn eigen evolutie. Mm-hmm. Richting steeds meer liefde. Ja, zo zijn we niet gewend om te denken. Dus nee. Het is een, En toch tegelijkertijd is dat een basisgegeven van de werkelijkheid. Zeg maar. Elk plantje draait zijn blaadjes naar het licht. Ja. Zeg maar, omdat hij automatisch richting welzijn, harmonie, groei, bloei wil gaan. En zo is alles in het leven. Ja, maar zo hoeft God zijn blaadjes niet naar het licht te draaien. Want God is toch dat licht zelf? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. En dus ook het pijnlijke is de perfectie zelf. In de zin van dat het ons helpt richting groei en welzijn. Mm-hmm. Ja. En ontwikkeling. Maar dan is toch het pijnlijke zelf kun je herkennen als de perfectie zelf. Ja, deze vind ik altijd. Deze vind ik, zodra het uit de mond van een spiritueel komt, dan zit er bij mij wat weerstand. Mm-hmm. Ik heb er nog steeds moeite mee dat de pijn, het verdriet, het lijden ons op een of andere manier iets zou kunnen leren. Dat ik ben daar. Ja. Ja. Dat. Ja, en dat doet het met hele harde hand. Mm-hmm. En het is een bel, zeg maar, die zegt van, word wakker, alsjeblieft, word wakker. Oké. Okay. Kom eruit. Ja. Want het leven is soms zo ontzettend weerbarstig dat... Ja. Ja. Ik heb een... Er is te veel lijden in deze wereld. Ik heb een heel mooi gedicht van de Havisti, die gaat hierover, waar we nu over aan het praten zijn. Vertel. Ik zal daar een klein stukje uit voorlezen. Ja. Dat is dus een Soefi-gedicht van Hafiz. En dat heet de Moe van liefdevolle woorden. Liefde wordt soms moe van liefdevolle woorden. En wil al je waarheid aan flarden scheuren. Waarin je vecht met anderen, lieve, en met jezelf. De wereld huilt op te veel mooie dagen. God wil ons toetakelen. Ons opsluiten in een kleine kamer samen met hem en zijn kaakslag oefenen. God wil ons soms een grote dienst bewijzen. Hij houdt ons op de kop en schudt alle nonsens eruit. Ik vind hem wel leuk. Of ik het er mee eens ben, weet ik niet. Want dit gedicht roept ook wel weer de nodige weerstand bij me op, maar... In ieder geval textueel gezien is die erg aardig. Ja, ja. Ja. Ja, en dat is die bel. Ja. Alle pijn is een bel om je wakker te schudden. Uh-huh. En hoe slechter je daarna luistert, ja, des te vaker zal die rinkelen en des te harder zal die gaan rinkelen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben altijd nog steeds heel erg onder de indruk van het verhaal van Krishna en Arjuna in de Bhagavad Gita. Waarin Krishna voortdurend tegen Arjuna zegt van... kijk nou eens echt wat er in het leven gebeurt. En op het moment dat je echt leert kijken. Ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. Dat echt leren kijken. Dat is die inhoud van je gedachtes als onwaarzien. Ja. En dan ga je echt kijken. Dan zie je echt het leven zelf zoals het in jou op dat moment manifesteert. Ja, je hebt op de achterkant van je boek Rusten aan de Bron drie woorden staan: zien, begrijpen en ervaren. Zien, begrijpen en ervaren, ja. Waar gaat het over? Zien, begrijpen, ervaren. Ja, dat is
Eigenlijk zijn dat flarden van woorden, zien, begrijpen, ervaren. Mm-hmm. Die, dat is eigenlijk een soort korte samenvatting van ons hele gesprek. Het boek Rusten aan de Bron, de realisatie van natuurlijk bewustzijn, is geschreven door Michiel Slechten. Bij wie is het boek uitgegeven, Michiel? Ja, uitgeverij Blos. Ja. En ook te vinden gewoon in alle boekhandels, online shops en ook de bibliotheken. Oké. En op mijn website, ik zal even het adres van je website noemen. Dat is www.natuurlijkemeditatie.nl. Toch? Ja, natuurlijkemeditatie.nl. Dat is het, ja. Ja, www.natuurlijkemeditatie.nl. En dat boek Rusten aan de Bron, de realisatie van natuurlijk bewustzijn. Wat kost het? €15. €15 voor zo'n prachtig boek? Ja. Oké. Okay. Inclusief verzendkosten. Ja, inclusief verzendkosten nog wel. Ja. Oké. Okay. Wat wou je zeggen? Het schrijven zelf was de rijkdom, ja. geweldig. Rusten aan de Bron. Zien, begrijpen, ervaren. Het gaat over de realisatie van natuurlijk bewustzijn. Geschreven door Michiel Slechten. Tot zover de Lotusvijver, samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven. De Lotusvijver is een programma van de Organisatie voor Hindoe Media, OHM. Samenstelling en presentatie Rinus van Warven. Muziekredactie Soeren Mahabali. Techniek Sjoerd van der Broek. Wat ons betreft tot volgende week. Dan zijn we er weer. Namaskar.